aan mijn sessies had gehad op mijn cijferlijst, dan was ik kapot blij geweest. But if you close your eyes... Morning, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dag 6 hier in La Bacaré en we zijn nu onderweg naar het strand. En daar heb ik super veel zin in. Het is lekker weer. Het is 38 graden. En we gaan nu lekker naar het strand toe. En dan ga ik jullie natuurlijk ook weer de hele dag meenemen. Oké, ik ben aangekomen op het strand. En we gaan zo meteen lekker de zee in. Ik ben al de zee in geweest, zoals je kon weer zien aan mijn haar. Ik heb geen shirt aan. Maar dat boeit me vrij weinig. Want ja, je gaat niet in een hemdje op het strand liggen. Dus ik ga zo meteen lekker de zee weer in. We gaan spelletjes doen met zo'n badminton ding. En vanavond gaan we gezellig met je de golf houden. Kijk hoe lekker dit is trouwens. Dit ziet er toch echt lekker uit, jongens. Ik film de mensen niet. Het is echt mooi. Zo, heel mooi. En hier heb ik een bekertje ijsthee. Dus ik ga lekker drinken. Inmiddels zijn we weer thuis aangekomen. Ik sta in de badkamer. Ik ga nu lekker douchen, want mijn haar heeft het weer te verduren gehad in de zon. Strand. Water, zout, maar goed. Ik ga lekker douchen en lekker muziekje op. En dan ga ik lekker douchen, dus ik zie jullie zo. Ik sta even in de badkamer en kijk hoe erg ik ben verbrand. Gewoon serieus op mijn rug. Je ziet het misschien niet echt op camera, maar echt. En mijn zusje is ook helemaal verbrand. Er is trouwens vandaag ook een aanslag gepleegd in Barcelona en het plekje Patras, geloof ik, of zoiets met een Patras. Ik weet niet goed of ik het uitspreek, Wij zouden dinsdag naar Barcelona gaan om daar te gaan winkelen, maar ik weet dus niet of dat nog doorgaat. En echt pray voor Barcelona. Dat wil ik even melden. Ik ga er niet verder op in, want ik weet dus niet wat er allemaal verder is gebeurd. En ja, zometeen brabbel ik maar weer onzin. Maar echt, oh my god, ik verbaas me over hoe bruin ik ben. Oh. Mijn god. Het is echt niet normaal. Het doet gewoon ook zeer. Als ik beweeg, doet het zeer. Oh, ik ben echt verbrand. Dus... dat. Even straks gaan wij ook met je golven. Super zin in. Dus ja, ik ga even lekker eten, tossies eten. En dan spreek ik jullie zo weer. Ik heb me klaargemaakt. Ik heb me klaargemaakt voor zometeen, want we gaan met je golven. Echt, ik schrik van mezelf hoe bruin ik gewoon ben. Oh. En het is serieus nog maar dag 6 dat we hier zijn. Allemaal leuk. Kijk, als ik erop druk, dan wordt het wit. Dus ik draag op dit moment dit shirtje van H&M, mijn lege shirtje. Broek, dat is ook van H&M. En mijn fans. En we gaan zo meteen lekker meekomen. En het is nu rond 4:15.
zijn nu op baan nummer 9. We zijn op 9 en hoeveel is de score? Ik vrees dat Lucy Tiger Woods voorop staat. Tiger Woods, oh my god, Tiger Woods. Ik weet niet helemaal zeker. Ik heb kapot een flesje. Als ik aan mijn flesje had gehad op mijn cijferlijst, dan was ik kapot blij geweest. En Quinty staat ook wel goeie. Zonde, hè? Als je hier één haalt, is juist heel goed. Want anders moet ik het eruit gekregen. Ja, volgende. Volgende, wie is dat? Mijn moeder. Woe! Ik ging bijna op de rek. Oké, mama. Goed bezig, mam. Quinty, loop even door. Oh ja, mooi. Dus mama is goed bezig. Goed je bent, kom op. Ja, nu omdat ik je film, moet je wel goed je best doen, ja. Hè? Nee, ik denk aan Lommel. Schrijf maar 6. Schrijf maar 6. Inmiddels zijn we weer thuis aangekomen. Het was super gezellig. We hebben daar namelijk op het drasje gezeten. Maar dat hebben jullie allemaal kunnen zien in deze vlog. Misschien is hij kort. Ik weet niet zeker. Maar dan kom ik achter tijdens het monteren ervan. En daarna zijn we nog naar een soort ijswinkel geweest. En daar heb ik een Kinder Bueno milkshake gedronken. Huh? Oh, hij staat nog op tafel. Maar ik heb een beetje... Ik heb hem al op, zeg maar. Maar het is nog wel een deel... Oké. Dan bedankt voor het kijken. Ik ga lekker de vlog afsluiten. Ik ga lekker straks in bed liggen. Dan bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vond je dit nou een leuke vlog? Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hier onder de vlog. En het is compleet gratis. En dan mis je geen enkele video in jouw mailbox. En vergeet me ook zeker niet te volgen op social media. Twitter, Instagram en Snapchat. Voor meer foto's van deze hele fantastische leuke reis. En dan bedankt voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe vlog. Tot morgen. Doei doei.